Hallo! Wow, te enthousiast, maar dat moet ook wel, want we gaan McPixel spelen. Een game waarin we al een paar video's hebben gemaakt. En het wordt echt gewoon het gevoel dat het moeilijk wordt. En dat ik steeds meer vast kom te zitten met de puzzels die ik niet kan oplossen. Mijn naam is Vincent en we gaan op naar het intro. Okay, people, let's go to work. Yeah, en we hebben chapter 1 vorige keer voltooid. En dat betekent dat we nu verder gaan met chapter 2. Heel logisch eigenlijk. Ja, jullie hadden iets van Vincent. Waarom dit? Kunnen we dit even afsluiten? Zo, oké. En we zien een lift. Moet ik hierop klikken? Holy shit, ben ik nu alweer dood? Locked. Ik denk dat we hierop moeten klikken op... Oh, eerste chapter. Ja, de eerste bal. Oké. Ik zat nou al bijna fout, hè. Round 3. Oké, we beginnen bij ronde 3. In plaats van 1. Oké. Nou, maakt niet uit. We zien een kasteel. McPixel! Ik zie een tovenaar en een onderbroek. En die onderbroek is vast van die koningin. Dus die geef ik terug aan die koningin. Alsjeblieft. Holy shit! Oh my god! In één keer! En ik zie een schoolgebouw. Ik denk dat het een schoolgebouw is. En er ligt... Het is een ziekenhuis. Ik zie hier een raket liggen. En die raket moet vast voor deze meneer bedoeld zijn. Die doe je namelijk achter in zijn reet. Je slaat op zijn buik. Wat gebeurt er? Het ontploft. Helaas. We hebben onze punt kwijt. Maar... We weten in ieder geval dat die raket er geen moer mee te maken heeft. We zitten hier in de Alpen. En daar zit een heel klein scheur hier. En dit is de bom. En die meneer heeft hulp nodig. Hallo meneer, ik help u. En ik gooi u door het gat. Maar ik maak u kapot met het gat. En dan pak ik de bom. En die ontploft nu. Oké, die man hoeft niet meer zijn leven te sparen. Ik ga er niet meer aan denken. De brug. De hangbrug. De houten hangbrug. De witte houten hangbrug. Met een open erin en een hendel. Nou weet ik niet wat dit is. Maar ik pak dit op en ik geef dit aan die meneer. Alsjeblieft. En die meneer die gooi ik met die hendel. Helaas. Toch maar aan die hendel. Misschien was het de hendel. Misschien wel. Een kermis. Hé, wat leuk. De donderbaan. Even kijken, meneer de kermis. Wat hebben we? Een clown, we hebben ballonnen. Die ballonnen wil ik eigenlijk wel van... Oké. Geen ballonnen. Blijf van ballonnen. Net als It, de clown. Nooit een ballon aannemen van een hele enge clown met hoektandjes. Ik zie hier een bom en ik zie een kip. Die man is aan het dansen. Ik geef die kip, geef ik aan die bom. Hallo. Alsjeblieft. En is de bom onschadelijk geworden? Is het gelukt? McVincent. McVincent flikt het weer. We gaan naar de school of het ziekenhuis. Even kijken. Deze meneer. Wat gaan we hiermee doen? Die meneer gaan we rijden. En nu ontploft de school toch? Dus laat iemand die in het bed ligt. Laat die gewoon lekker in zijn bed liggen. Ga niet schuiven met het ziekenhuisbed. Dat heeft geen nut. Deze bom. Wat gaan we doen met deze bom? Ik denk dat we eerst aan de computer iets gaan doen. En dan kunnen we... Ik dacht ik ga hacken. Ik ga die bom onschadelijk maken door te hacken. Maar het lukt niet. De computer... Het wil niet lukken. Waarschijnlijk Windows 95. De hangbrug. De opa. Nee, niet in de opa zitten. De opa heeft er niks mee te maken. De hendel. En de opa wordt weggehaald. Want opa had de bom op. Nee, opa heeft de bom niet opgegeten. Dat betekent dus dat de opa is onschuldig. Opa is onschuldig. Belangrijk om te weten. Oké. Ik zie een kermis. Weer. Even kijken. Wat hebben we allemaal? We hebben de clown. Ik ga eerst eens even hier kijken. Want dat is heel apart. Deze geef ik gewoon... Die moet ik aan de clown geven natuurlijk. Ja, nu ontploft het. Natuurlijk. Het omschrijft het al. Ik moet... Natuurlijk moet je zoiets aan een clown geven. Stom, zegt Vin. Stom. Even kijken. Deze raket moeten we aan iemand geven. Ik denk dat we die raket gewoon aan die man moeten gaan geven, hoor. Want die man weet daar wel raad mee. Kijk eens. Ik heb hem, McVincent. Yeah, we hebben hem gehaald. Ik ben blij. We gaan naar het sneeuw met de alien UFO. Zag je het? Kijk, er ging die UFO. Moet ik iets met die UFO doen? Ik weet het niet, maar die UFO komt af en toe voorbij hier. Ga weg, aanvast. Ik pak die man. En die gooi ik uit het raam. Dat lukt niet. Die gooi ik op de bom. Ja? Ja, maak hem onschadelijk. Is de bom onschadelijk nu? Ik moest hem niet hacken, maar die man. De brug. Oh, die was pittig. Want wat moest ik doen? Ik weet het helemaal niet zelf, zeg maar. Ik moet toch dit ding... Ik denk dat ik toch iets met die hendel moet doen. Ja? Nee? Alsjeblieft. 3! Ik heb er 3 gehaald! Bonusronde! Oh god.
een bonusronde op Mac Vincent. Wat? Wat de fuck moet ik doen? Wat de fuck moet ik doen? Wat? Yeah! Hele gave bonusronde. Ik snap er geen moer van. MacPixel, Mac Vincent. Oh ja, deze moet ik aan de clown geven. Let op, dat moet zeker weten lukken. Ik denk een suikerspin of popcorn. Alsjeblieft, clown. Hij laat zijn broek zakken, waardoor hij toch nog een ramp... En de achtbaan gaat gewoon door, terwijl er een stuk rails weg is. Heel netjes. Heel netjes. Ik ga eens kijken. Er moet iets met dit ding gebeuren. Moeten we dit niet bij de ballonnen samenvoegen? Holy crap. Was de clown de schuldige? De clown deed dit. Ja, we hebben het gehaald. Yes, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. En, nou, ik zou zeggen, kom snel weer terugkijken. Want volgende keer gaan we gewoon weer meer MacPixel doen. Want wij moeten wel de dag redden. Denk je toch? Wij met elkaar. Yeah. Huh?